Wie aan Breda denkt, denkt aan Quatta, aan Hero of aan de KMA, maar niet automatisch aan duikboten. Toch zit hier de grootste duikbootbouwer voor particulieren ter wereld. En dat bedrijf heet U-Boat Works. Dag Bert, goedemorgen. Goedemorgen. Dit is hem? Ja. Dit is er eentje. Kijk. Eén model. Zullen we even instappen? Het straks verlopen. Is goed, ik ga je voor, want ik ga links zitten. Dat is goed. En dan zitten we. Ja. Een duikbotenbedrijf in Breda. Ik rijm het niet helemaal. Ja. We hebben ook geen zeevaart. Er is ook geen ding. Nee. Nee. We hebben één keer gedoken voor testen in de haven van Breda. En daar is het zicht naar buiten 3 centimeter. Dus daar hoef je het niet voor te doen. Nee. Nee. Nee, nee. Het is eigenlijk gekomen omdat ik hier vlakbij woon. Maar wij zijn volkomen afhankelijk van mensen en van technische mensen. En die vinden we in deze buurt. En die vind je niet op een strand met palmbomen. Goed, Michael, dit is het nieuwste model. Wat gaat die kosten? Dit begint ongeveer bij 2 miljoen. Dat is flink. Ja, dat is flink. En dat is dan nog zonder specifieke klantenopties. Want dat is inderdaad nog grijparmen, sonar, extreme verlichting. Dat nog allemaal niet meegerekend. Die prijs heeft te maken met de ontwikkelkosten van zo'n apparaat. Wat is daar de moeilijkheid in? Kijk, het begint hier natuurlijk met zo'n glazen bol zoals die hier staat. Dan denk je aan een inkoop van 1,5 ton. Alleen het bolletje. Het moeilijke zit er vooral in de totale complexiteit. En eigenlijk wat wij altijd zeggen, ieder onderdeel van deze boot, daar zit een heel verhaal aan. Het punt hiermee is, we moeten nu alles via een luik erin gaan bouwen. Ja. Wij zijn gewend om 2 helften te bouwen die uit elkaar kunnen. Vorige modellen kon je openklappen en hier, dit is 1 massieve bol. En dit is 1 massieve bol, dus alles moet via het luik erin kunnen. Geen krasje nalaten op de bol. Daarbij moet het hele binnenwerk de krimp van de bol opvangen. Hij krimpt? Hij krimpt op volledige diepte, zit hij ongeveer dat hij een 8 mm kleiner wordt. Dus zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant moet die bol, die krimp opgevangen kunnen worden. Ja. De complexiteit ontstaat omdat wij, sowieso, je kunt niks van de plank pakken. Ieder stukje metaal moeten we de historie van kennen. Moeten we bewijzen naar de keuringsinstantie dat het is wat wij zeggen dat het is. Er komt een flinke lading papier mee met zo'n apparaat. Ja, denk aan een meter ordners per boot. Per boot? Per boot. Elke boot weer opnieuw. Er zijn een aantal concurrenten, niet in Nederland. Hier zijn jullie sowieso de grootste, dat zijn in Amerika. Hoe staan jullie tegenover hun? Wat doen jullie anders? Ik denk dat de belangrijkste stap is dat wij volledig opnieuw zijn begonnen met een ontwerp wat wij vinden dat het beste is. Dat begon natuurlijk met de 3 persoons waar je daar strak in hebt gezeten. Ja. Maar die lijn trekken we nu door. We hebben gewoon weer het ontwerp weggegooid en we zijn weer opnieuw begonnen. Helemaal vanaf scratch. Gewoon, wij willen het beste product. Dus dan moet je denken aan het beste zicht onder water. Je zit in een totale glazen bol. Je kan nu overal ook onderdoor zien natuurlijk. Ja, zeker, zeker. Dus wij proberen ook echt, er zit ook geen dashboard voorin, dat soort dingen. Dat is allemaal zo gemaakt om de klanten toch het ultieme onderwaterbeleving te geven. Jullie vinden eigenlijk de duikboot met elk model weer opnieuw uit. Ja. Ja, wie kopen zo'n duikboot en wat kost die? Deze die kost ongeveer iets meer dan 1,5 miljoen euro. Dat is flink. En die, zeker. Maar voor de sheik is dat tenminste... Peanuts. Een aantal sheik is dat betrekkelijke peanuts, ja. En dat zijn ook onze klanten. En Russen en Aziaten. Dat begint nu erg te spelen de laatste tijd. Maar de leuke combinaties zijn dat een van de rijken der aarde koopt hem. Maar geeft hem vervolgens weg aan een onderzoeksinstelling. Dat hebben we al meerdere keren gezien. Die houden die boot operationeel, maar ze hoeven hem dus niet aan te schaffen. Nou, ik zeg klep dicht en varen met het ding.